Het doel van deze oefening is het rekken van de diepe bilspieren. We gaan de oefening op twee manieren laten zien. De eerste oefening is in zit. Belangrijk bij de oefening in zit is dat je de rug niet te zwaar belast. De uitgangshouding gaat als volgt. Als we de rechterbeel willen rekken, leg je de rechter enkel of het scheenbeen op het andere bovenbeen. Door de knie iets naar beneden te duwen, zul je iets meer rek voelen. En dan probeer je goed vanuit het bovenlijf voorwaarts te bewegen. En in deze positie zul je voelen dat er niet veel rek is. Dus van de zijkant gezien, rechterbeen rekken, die gaat iets naar beneden. Hier zit hier nou weinig rek op, dus zorg dat je je recht maakt. Kruin omhoog en dan zelfs iets naar voren bewegen. Dat dat bekken naar die kant op kantelt, want dan wordt de rek op de bilspier wat groter. Houd dit een aantal tellen vast. Bespreek even met je therapeut hoe lang je het vasthoudt om goede rekresultaten te krijgen. De oefening in licht gaat als volgt. Je gaat op de rug liggen. Dat kan op bed of op de bank of op een matje. In dit geval gaan we de linkerbeelspier rekken. Linkerenkel gaat op het andere bovenbeen. Dan trek je het rechterbeen iets naar je toe. Met beide handen omvat je het rechterbovenbeen. En je duwt met de linkerelleboog het linkerbovenbeen een beetje naar buiten. Hoe verder je het rechterbeen optrekt, hoe meer je het gaat voelen. En dan voel je het eigenlijk vanaf hier door de bil naar beneden. Ook dit hou je weer een aantal seconden vast. Je mag het flink voelen, want het rekt flink. Rekken mag, maar het mag geen pijn doen. Dat is belangrijk.